Goedenavond iedereen. Van harte welkom bij dit live webinar over meer zekerheid in jouw stamboomonderzoek inbouwen, waarin we concreet aan de slag gaan met inzichten vanuit de projecten Beethoven DNA en Mamamito. Ik ga beginnen met mezelf kort voor te stellen. Ik ben Andrea, ik volg projecten en communicatie bij Historisch Op en ik ben vanavond jullie gastvrouw. Achter de schermen zijn collega's Jan Verstappen en Jan Gijpen aanwezig om deze livestream mee in goede banen te leiden. Voor het inhoudelijke luik luisteren we vandaag naar professor Dr. Maarten Larmoussot. Maarten is bioloog en geneticus en doseert aan de KU Leuven en aan de Universiteit van Antwerpen. Aan de KU Leuven leidt hij het Laboratorium voor Menselijke Genetische Genealogie. Daarnaast is Maarten Senior Scientist bij Historisch, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor burgerwetenschappelijke projecten. Dit webinar is een initiatief van Historisch. Historisch is de dienstverlenende organisatie voor en door erfgoedvrijwilligers en erfgoedpraktijken zoals heemkunde, genealogie, metaaldetectie en cultuur van alle dag. Ik deel nog even enkele praktische zaken mee. We voorzien ongeveer 1 uur voor deze lezing. Daarna volgt de afsluiting nog een kort vraag-en-antwoordmoment van ongeveer 15 minuten. Facebook laat je toe om te reageren op deze livestream. Heb je een vraag voor Maarten? Stel ze dan via deze reactiemogelijkheid. Om te reageren moet je wel een Facebook-account hebben en ingelogd zijn. Goed, dan rest het mij enkel nog om jullie veel plezier te wensen tijdens deze presentatie. En dan geef ik graag het woord door aan Maarten. Ik wens jullie allemaal welkom. De meeste van jullie kennen mij via het Mamamito-project, ook mensen die mij niet kennen. Ik doe heel wat stamboomonderzoek en dat combineer ik met DNA-gegevens. En in het kader van Mamamito en het Beethoven-DNA-project heeft men mij gevraagd om een vorming te geven. En dit is vanavond over hoe meer zekerheid in jouw stamboom inbouwen. Oké, het gaat over foutjes. Foutjes die we kunnen maken, maar fouten maken is menselijk. Dat wisten de oude Romeinen al. We maken ze elke dag. We worden er soms gewoon niet graag op aangewezen dat we een fout maken. Maar eigenlijk zijn we pas dom als we blind blijven voor onze fouten, als we onze fouten niet willen zien. Als we ze ontwijken om ze eigenlijk te herstellen. En als genealoog hebben we dat eigenlijk courant voor, dat we ergens een foutje maken. Wie maakt er eens niet een fout van een dag waarop de persoon geboren is, om daar een andere dag in te vullen of een plaats? Dat maakt iedereen. En als zo'n stamboom wordt gepubliceerd in Vlaamse Stam of in een boek, een kwartier staat, dan lijkt het alsof dat iedere collega dan met argusogen gaat zien of dat er toch niet ergens een foutje is gebeurd. En dan wijzen wij erop van, hey, dat is toch niet op de 4e maart die iemand geboren is, maar op de 3e maart. En je hebt de actedatum gebruikt. Nu, dat is eigenlijk niet zo erg. Die fouten, die halen we er wel uit. Veel erger eigenlijk als genealoog is als we een volledige stap verkeerd maken. Als we een generatie toevoegen die eigenlijk niet correct is. Als we een aanname doen van de volgende generatie, waarbij er eigenlijk het gewoon fout is. Dat is als genealoog ja, echt wel wat je allerminst wilt meemaken natuurlijk. Nu, als genealoog willen wij allemaal wel zo snel mogelijk opklimmen. Hè. We willen zo snel mogelijk zo ver terug in de tijd gaan. Velen willen zelf onmiddellijk naar Karel de Grote. Of zoveel mogelijk mensen toevoegen aan onze stamboom. Maar als we daarover nadenken, we willen toch geen foute namen in onze stamboom. En daarom moeten we eerder zoeken naar zoveel mogelijk zekerheid over elke stap om een generatie op te klimmen dan om zoveel mogelijk generaties te kunnen opklimmen. Ik heb veel meer vertrouwen in een stamboom waar er maar 100 namen in staan en waar de persoon heel hard aan gewerkt heeft dan iemand die pocht over een bestand met tienduizenden namen van voorouders en verwanten. Het overzicht van de vorming vanavond, het is een korte vorming, maar het bestaat uit 3 delen. Het eerste gaan we de basis omarmen. We gaan eigenlijk een soort methodiek aangeven met een voorbeeld uit Mamamito.
We gaan het belang van secundaire bronnen, meesten weten dat al, maar gaan we aangeven als, ja, als alternatief zoeken voor 1800, voor het jaar 1800, met een voorbeeld uit het Beethoven-DNA-project. En als laatste gaan we dan gewoon niet de vraag antwoorden of DNA niet eenvoudigweg onze stamboom kan bevestigen en klaar is Kees. Nee, dit is eigenlijk het overzicht van de vorming. En het eerste is natuurlijk om de basis te omarmen. De basis is natuurlijk de primaire bronnen voor een genealoog. En dat zijn ook de bronnen die wij vroegen bij deelname aan Mama Mito. Als wij vroegen van een volgende generatie toe te voegen aan uw stamboom, dan vroegen we de geboorte, het huwelijk als die heeft plaatsgevonden, het overlijden van die persoon. En we vroegen daar ook heel specifiek altijd een akte bij, een originele akte, of allerminst een kopie daarvan, een scan, of een link naar de originele akte waar je het gevonden hebt. Het is heel belangrijk bij dergelijk genealogisch onderzoek dat je je baseert op primaire data en op data dus van de burgerlijke stand tussen 100 jaar geleden en 1800 en tussen 1800 en 1600 de parochieregisters. Maar dat je dat doet op basis van de originele bronnen en niet uit websites zoals daar zijn Genianet. We kregen die soms als link toegestuurd, waarbij mensen vroegen van, ja, maar het staat op internet dat dat mijn voormoeder is en dat staat op Genianet. Genianet is eigenlijk ja, waar iedereen kan zoeken wie dat zijn voorouders zijn. Iedereen zet daar eigenlijk gegevens op. Vele zijn correct, maar het is allemaal verwerkte data. Het zijn niet de originele gegevens of niet de originele actes die je te zien krijgt. Niet altijd, meestal niet. Maar het kan wel je een aanleiding geven om verder te zoeken of om te weten waar iemand, waar andere mensen mee bezig zijn al geweest met je stamboom uit te zoeken, om die dan als een hint te beschouwen. Maar weet wel dat heel veel dingen op Genianet die, worden geplaatst door mensen die het overschrijven, die soms niet zelf niet de basis goed kennen. Je moet echt wel naar de originele data kijken. En dat blijkt ook uit dit voorbeeld. Je vindt namelijk, als je op Genianet enkele maanden geleden surft, dan kwam je deze rare persoon tegen, Charles-Louis Champavy. Eigenlijk was dat een mopje van iemand die op MyHeritage zijn stamboom had gegeven, maar hij wist de naam van de vader niet van zijn voormoeder, Barbara Poeks. En hij vulde daar maar een alias in, Charles-Louis Champavy. Iedereen ziet onmiddellijk van, dit is eerder een grap. Maar onmiddellijk, heel kort nadien, zag je het op 11 profielen die naam terugkomen op Genianet. Eigenlijk iedereen kan daar opschrijven wat ze willen. En dat is al heel vaak gebeurd, dat mensen gewoon fake data, valse data erop plaatsen. Je moet het toch niet kunnen bewijzen. Vandaar, Genianet is geen goede bron om stamboomkunde te doen. En we geven straks ook nog een verder voorbeeld waar het heel duidelijk ook is dat je daar niet te veel mag op vertrouwen. Maar ja, vele mensen zijn echt beheesterd om zo groot mogelijke databank te maken. Je hoort dat vaak, hè, van mensen, ik heb 24.000 mensen in mijn databank, of ik heb een Genianet profiel waar er tienduizenden mensen allemaal gebundeld staan. Wel, het is eigenlijk verloren moeite om zo groot mogelijke databank te maken, want eigenlijk op basis van Jenny en Genianet hebben al Amerikaanse informatici de grootst mogelijke stamboom gemaakt met miljoenen verwantschappen. Eigenlijk staat iedereen die op Genianet zijn gegevens heeft, staat die daar allemaal op. Dus het is eigenlijk niet een kwestie van de grootst mogelijke databank te hebben, maar de beste kwaliteit. Want als je in die grote databank gaat inzoomen, die je hier ziet, dan vind je overal wel fouten. Mensen die foute interpretaties hebben gedaan. Nee, het is echt wel
hoogst belangrijk dat je naar de originele data kijkt als je je eigen stamboom opzoekt. En die originele data, wel, die staan eigenlijk online. Vandaag kreeg ik iemand te horen die zei van, ja, ik moet nu naar al die, ik heb geen tijd voor mijn stamboom, want ik moet naar alle gemeentearchieven gaan en ik blijf vooral thuis. Maar je kan het volledig van thuis uit doen, toch voor die primaire bronnen, zoals de parochieregisters en de burgerlijke stand. En in die akten vind je eigenlijk heel wat informatie terug, vooral in de burgerlijke stand krijg je heel wat contextgegevens die je kan gebruiken en die uit eerste hand zijn. Dus je maakt enkel gebruik van die originele akten en documenten. Maar het kan ook altijd eens mislopen. Het kan altijd eens foutief zijn. En dat hebben we ook vaak gezien bij Mama Mito. Mensen die een verwantschap hadden gevonden, die werden uitgenodigd voor een DNA-analyse. Mensen trouwens die nog wachten op hun DNA-resultaat, die kunnen mij altijd contacteren via e-mail. Het loopt wat vertraging op, maar alle resultaten zijn bekend. Dus als jullie erop zitten te wachten, stuur mij gerust een e-mail, maar daarover straks nog. Maar we hebben dus mensen ook genetisch getest die verwant waren op basis van papier. Nu, soms bleek dat niet te lukken om te bevestigen via DNA en kregen we voor twee personen een verschillend mitochondriaal DNA, wat je nogthans zou verwachten op basis van de papieren data. Er moet ergens in de stamboom een voormoeder zijn die niet de biologische voormoeder is, maar dat er een anonieme adoptie is. Veel grotere kans is echter dat er een foutje is gebeurd in het opstellen van de stamboom. We gaan eens kijken voor dit voorbeeld, die hier weergegeven staat, wat we hebben gedaan. Wel, elke keer als we een foutieve verwantschap vonden, of diegene die niet biologisch werd gevonden, dan gingen wij stap voor stap de stamboom terug opstellen, de moederlijke stamboom. En voor elke tak die in de analyse aanwezig was. Nu, in dit voorbeeld zagen we al heel snel een foutje terugkomen op de plaats waar die rode bol staat. Wat is er aan de hand? Wel, we hebben de akte van overlijden vastgesteld of gevonden voor die persoon. Anna Catharina Jansen. Er staat daar op dat zij dochter is van Antoon en Anna Maria. Maar als we naar de geboorteakte gaan zoeken en de huwelijksakte, dan staat daar volledig andere namen op van ouders. En dat is niet zo abnormaal. Het is de juiste akte voor de overlijden, het is de juiste akte voor de geboorte en het huwelijk. Maar wat merken we? Dat vaak in de akte van overlijden foutieve namen staan van ouders. Meestal is dan, wordt die persoon, wordt die akte opgesteld en gaat de ambtenaar gaan opzoeken naar de geboorteakte van die persoon. Wat is er hier gebeurd, is die ambtenaar een andere Anna Catharina Janssens uit dezelfde gemeente, maar op een andere moment geboren, dat die een verkeerde geboorteakte heeft gebruikt en waardoor dat er ook verkeerde namen van de ouders kwamen. Met andere woorden, missen is menselijk, dus ook mensen die die akte hebben opgesteld, en zeker overlijdensakten, die maken ook fouten. Burgerlijke stand bevat heel wat fouten. Als je daar heel veel onderzoek naar doet, dan ga je zien dat soms de naam verkeerd gespeld staat, de familienaam of het geslacht zelf. Zoals hier een voorbeeld van iemand, Dennis Jenny Dont, geboren in 1917. Er staat in de kantlijn, zoals je ziet, in het rood geschreven, een hele correctie door de rechtbank aangebracht. Waarbij dat staat dat het een persoon is die niet van het mannelijk geslacht is, maar van het vrouwelijke geslacht. En zo'n zaken komen vaak voor. En dus moet je altijd dubbel controleren. Maar in dit geval, met deze fout,
is er eigenlijk geen foutieve aanname gebeurd. We hadden de geboorteakte, de huwelijksakte, en daar zat eigenlijk de fout niet in om een verkeerde aanname van generatie te maken, ondanks de foutieve overlijdensakte. Nee, het probleem zat eigenlijk iets verderop, een paar generaties naar boven toe, waarbij de persoon die de stamboom had ingegeven, vol vertrouwen deze twee personen aan elkaar hadden toevertrouwd. Hè. Anna Maria als moeder en Elisabeth als dochter. Nu, voor Elisabeth had men twee akten gevonden. En deze zijn eigenlijk twee akten uit de parochieregisters, zowel het huwelijk als het overlijden of de begrafenis. En daar staat eigenlijk alle gegevens op die correct staan, waren ingegeven in Mamma Mito. De dagen waren eigenlijk volledig correct. Alleen, er is geen link te vinden in de huwelijks- en begrafenisakten naar de persoon of naar de generatie boven. Bij een parochieregisters staat er heel weinig contextgegevens en stond eigenlijk niet de naam van de vader en de moeder. Er stond wel in waar de persoon geboren was. Elisabeth was geboren in Linden, in Leuven, of in de buurt van Leuven, bij Lübeck. En zij was 40 jaar. Dit omgerekend kan je in Linden, in de parochieregisters, 40 jaar eerder gaan zoeken, ongeveer in de periode 1754. Wij hebben dit gedaan als controle. En wat vonden we daar? We vonden inderdaad een geboorteakte terug, maar met andere familie, of met andere namen voor de vader en de moeder, als wat opgegeven was in Mamma Mito voor de volgende generatie. Wat was het probleem? Wel, men heeft eigenlijk hier op Genianet een link gevonden met twee personen, de ouders, maar eigenlijk was het op basis van niet de originele geboorteakte gebeurd. Met andere woorden, eigenlijk is het heel belangrijk om elke stap te maken met voldoende gegevens over de volgende of de vorige generatie. Als we van Elisabeth van den Einde documenten vinden, dan moet daar moet duidelijk staan wie haar moeder en vader is, vooraleer we die toevoegen. Dus wat hier gebeurd is, is eigenlijk ook een veel te groot vertrouwen in Genianet om stappen te maken en verder terug in de tijd. Nu, bij Mamma Mito hadden we dat niet echt direct gezien bij de controle, want voor ons waren twee originele akten het belangrijkste. We controleerden die. Maar eigenlijk, als we heel goed hadden gecontroleerd, hadden we eigenlijk ook kunnen zien dat we geen link hadden naar de vorige generatie of naar de moeder en dat daar een fout is gebeurd. Vandaar ook dat er geen link werd gevonden tussen de twee personen, ondanks dat dit wel werd aangegeven op basis van de eerste analyse. Het is maar door dieper op in te gaan en alles opnieuw uit te zoeken en zien dat elke link voldoende onderbouwd is, dat we de fout hebben waargenomen. Uiteraard steeds de aansluiting zoeken met de vorige generatie en niet extern, maar via originele bronnen. Ook al staat het op Genianet, het is dan zo verleidelijk om die stap naar de vorige generatie heel snel te maken. Maar je moet altijd voldoende originele bronnen hebben om dat te kunnen staven. Als oplossing geven we eigenlijk aan van altijd te gebruik maken van de genealogische methode. Wat wil dat zeggen? We gaan altijd van het bekende naar het onbekende. We gaan van een bekende generatie, willen we opklimmen naar de vorige generatie en die is nog eerst onbekend. De basis daarvan is de driehoek vader, moeder, kind en de identiteit van elk van die personen moet aangeduid worden met een relatie. Dat is heel moeilijk gezegd, maar eigenlijk komt het heel simpel op neer. Je vertrekt bij een stamboom altijd van het kind ken je en je wilt dan gaan zoeken naar de twee ouders die nog onbekend zijn. Hier maak je altijd gebruik van originele genealogische documenten of akten, waarbij meerdere generaties worden vermeld, uiteraard. Een enkele bron blijkt ook onvoldoende te zijn om zware conclusies te trekken. Ja, je moet maar die conclusie trekken op basis van een foutief overlijdensakte.
Nee, je moet eigenlijk verschillende bronnen, minstens twee, hebben om elke stap te kunnen staven en om zeker te zijn. En pas op, vaak zeggen oude rotten in het vak, echte genealogen die al tientallen jaren bezig zijn, van hoch, dit is allemaal te gemakkelijk voor mij. Met Mamma Mito hebben we gevonden dat bij die mensen die al heel lang bezig waren, er ook wel fouten soms inslopen, omdat zij die eerste stappen in hun stamboom vaak ook als beginneling hebben gemaakt en niet altijd later, in een latere fase van hun genealogische opzoekingen, terug die stamboom van bij het begin hebben opgesteld. Dus ook daar moet je gaan verifiëren en moet je ook terug naar die originele akte gaan kijken. En nu via online bronnen is dat veel makkelijker dan vroeger, waarbij je dan overal moest langsgaan bij de archieven. Eigenlijk is genealogie te omschrijven als een statistische aanpak, hè, als statistiek, waarbij je voldoende gegevens moet hebben om elke stap te maken. Hè. Zeker bij familienamen zoals Janssens, hè, daar juist was al een fout gebeurd door die ambtenaar in de burgerlijke stand, die een andere Maria Janssens had aangewezen als in de geboorteactes. Wel, als je ziet dat u Maria Janssens uw voormoeder is en je wilt naar haar voorouders gaan, ja, dan moet je andere actes gaan zoeken. En ja, natuurlijk moet dat dan wel gaan over dezelfde Maria Janssens. En dat is heel belangrijk om daar voldoende gegevens voor te hebben, waardoor het statistisch heel goed mogelijk is dat het over dezelfde Maria Janssens gaat. Als er ook genealogische documenten zijn die met elkaar tegenstrijdig zijn, zoals daar juist met die overlijdensakte, ja, dan moet je alles met elkaar vergelijken en moet je alles proberen uit te klaren. Hier was duidelijk dat de overlijdensakte verkeerd was opgesteld, dat het om een andere persoon ging dan verwacht. Je moet alles echt wel uitklaren en misschien veel meer actes gaan zoeken en andere referenties. Maak natuurlijk altijd zoveel mogelijk referenties naar welke bronnen je gebruikt. Maak ook kopies of foto's van alle actes die je bekijkt, zodat je later ook altijd nog eens kunt terugkijken als er problemen zouden zijn of wanneer dat je toch nog eens tijd hebt om alles te verifiëren. Nu, wat we zagen bij Mamma Mito, en dat is even tussendoor, zagen we dat heel veel mensen, als we zeiden van geef een foto of een scan van de akte, dat mensen echt achter hun pc foto's maakten. Je zag ze soms in de terugschijning van de computer. Je zag soms een deel van het huis of het meubilair. Dat was heel leuk natuurlijk in coronatijden. Je ziet ook dat de meeste mensen toch hun webcam afdekken. Maar eigenlijk is er een heel toffe truc om heel snel akten te kunnen kopiëren. Iedereen eigenlijk die Windows gebruikt, heeft een knipprogramma. Je kunt dat invullen. Iedereen heeft dat automatisch op zijn computer staan met Windows. En dat knipprogramma is ongelooflijk interessant. Kan je eigenlijk heel zelf, heel gemakkelijk bepaalde delen van jouw scherm, wat je ziet op een scherm, kopiëren of knippen. En kan je bewaren als een document. Vandaar, wij moeten helemaal geen foto's maken van onze pc of onze laptop. Meer van die trucs en als je echt nog zit te zoeken van hoe kan ik heel efficiënt al die akten op het Rijksarchief of Family Search gaan zoeken. Wel, er staan heel wat tips en ook nog filmpjes om dat te doen op familiegeschiedenis.be, onze website om onze online handleiding voor iedereen met interesse in familiegeschiedenis. Oké. De tweede ding dat we echt wel willen aankaarten vanavond is het belang van secundaire bronnen. Eigenlijk zat dat al duidelijk in onze presentatie, al dat parochieregisters heel weinig context geven. Eigenlijk ja, gewoon een naam, met wie dat met die persoon is getrouwd en misschien de getuigen.
Maar daar gaat het eigenlijk bij op. Er staat heel weinig context in tegenstelling tot de burgerlijke stand, waar dat in staat wie de ouders zijn en waar ze wonen. Is die burgerlijke stand staat dus heel vol van context, maar dat is helemaal niet bij de parochieregisters. Dat was ook niet de bedoeling natuurlijk van de pastoor om hele stambomen in te schrijven. Het was eerder om duidelijkheid te hebben wie dat gedoopt was, wie dat er in de parochie getrouwd was. Dus veel te weinig contextgegevens staan in die parochieregisters. Bovendien ja, is het niet altijd evident om te kijken wie er allemaal of dat uw voorouders daar kunnen instaan in die parochieregisters en hoeveel naamgenoten er in een dorp kwamen. Gelukkig hebben we klappers. Klappers zijn toegevoegd vaak aan die parochieregisters, waarbij dat er een index is van alle mensen die in de parochieregisters staan. Wij gaan die heel vaak bekijken om heel snel een akte, een begrafenisakte te vinden bijvoorbeeld. Maar ja, toch zijn er heel vaak ook fouten gemaakt in die klappers. En verkeerde lezingen zijn geen uitzonderingen. Dus ze zijn wel nuttig, maar ook dat is niet altijd voldoende. Bovendien zijn ze in het Latijn geschreven. De pastoor schreef zijn tekstjes in het Latijn. En daar zie je ook wel dat soms mensen gewoon de namen zitten te kijken, maar niet zo goed weten wat er effectief staat. Soms staat er ook wel iets interessant. En daarvoor moet je dan toch wel wat Latijn kennen, maar geen nood. Laat u daar zeker niet van afschrikken. Er zijn heel wat hulpmiddelen daarvoor. Bijvoorbeeld Annemie Swillens, die gaat heel vaak op Facebook tips geven over wat er in zo'n akte staat. Meestal zijn die zelf op dezelfde manier opgesteld. En staat er ook een online woordenlijst op de vrijwilligersrab.be website, een vocabularium om eigenlijk heel snel bepaalde termen die voorkomen in die parochieregisters, om die te kunnen vertalen. Zo is het eigenlijk wel veel makkelijker om die akten ook niet, om die akten eigenlijk te lezen en om ze niet zomaar over te slaan en enkel naar de namen en de datums te kijken. Ook op het website van Family Search staat er heel wat Latijnse woordenlijsten en termen die bijzonder interessant kunnen zijn voor mensen die in de parochieregisters hun weg willen zoeken. Maar die parochieregisters zijn hoe dan ook veel te weinig in contextgegevens. Vandaar worden er ook heel wat fouten gemaakt of blijft men ergens hangen, weet men niet waar te gaan zoeken voor de volgende generaties. Maar er zijn gelukkig heel wat secundaire bronnen. Secundaire bronnen zijn bronnen die we zeggen van daar zitten genealogische gegevens in, maar ze zijn niet van de burgerlijke stand of de parochieregister. Ze geven indirect informatie over familieverwantschappen. Maar die zijn wel zeer belangrijk, zeker tot voor 1800, om de akten in de parochieregisters te bevestigen, om bepaalde linken te kunnen maken. Onder die secundaire bronnen zitten schepenbrieven van de schepenbank. Dat waren eigenlijk zo'n beetje de rechters in een dorp die ook over onroerend erfgoed alles probeerden te regelen. Dus het Ancien Régime, dat is natuurlijk anders van na de Franse Revolutie. Die zijn zeer interessant. Daar vind je heel wat van die brieven met duidelijke gegevens over familieverwantschappen. Er is natuurlijk ook de notaris, dat was even belangrijk vroeger als vandaag, waarin dat bepaalde goederen of onroerend erfgoed werd verdeeld. Er zijn memorialen, dat moet al heel wat meeval zijn als dit nog aanwezig is voor jullie familie. Er zijn grafschriften die mogelijk interessant zijn, registers van weeskamers. De Staten van Goed is ook een prachtig instrument om op zoek te gaan naar verwantschappen. Nu, ja, het is niet gemakkelijk om die actes te bekijken. Je moet ze eerst al weten te zoeken. Die zaken zijn vaak absoluut nog niet gedigitaliseerd.
laat staan al op internet beschikbaar. Soms vind je al wel wat notariale akten of notariële akten via Family Search en andere bronnen, waarbij dat je dan bepaalde gegevens kunt terugvinden. Hier zie je een akte van een Brusselse notaris, waar een heel verhaal staat over de getuigenis van een vader of een man eigenlijk, die een echtgenote die zijn vrouw bedreigde en waarvan de buurvrouw en de meid een getuigenis zijn hebben afgelegd over wat er effectief die dag gebeurd is in het huishouden. Heel interessant, soms vind je natuurlijk dingen die je liever over je voorouders niet had willen weten. Nu, die bronnen zijn bijzonder relevant als je echt wil zeker zijn van je stamboom voor 1800. En wij hebben in het kader van het Beethoven DNA-project, waar jullie later de komende maanden zeker nog zullen van horen via de geëikte kanalen van Historisch VZ2, hebben we een stamboom gecontroleerd eigenlijk en geverifieerd, die gemaakt was voor Ludwig van Beethoven, de bekende componist, wiens grootvader afkomstig was uit Mechelen. Dus eigenlijk de naam is een Vlaamse familienaam, vandaar ook van Beethoven en niet von Beethoven. En die stamboom is de voorbije decennia menig uitgeplozen. Het komt via Mechelen terug in Bertem, Boortmeerbeek, tot terug naar Kampenhout. Dat is een beetje zo de bakermat van alle mensen die vandaag nog van Beethoven heten. En dat is Aart van Beethoven, vandaar ook dat er in Kampenhout in het stadsparkje een beeld onthuld is uit eerbied voor de verre voorvader van Ludwig, die daar een boerderij had in Kampenhout. Nu, wat je moet weten is dat die stamboom, een door de weekse stamboom zal ik maar zeggen, in Vlaanderen, niet eenvoudig was op te stellen. En dat kwam omdat er verschillende parochieregisters uit die regio Boortmeerbeek en Bertem verdwenen zijn. Door de Eerste Wereldoorlog zijn er heel veel bronnen verloren gegaan en die bepaalde personen staan niet meer of kunnen niet meer getraceerd worden via gewone parochieregisters. Geeft wel aan hoe eigenlijk een heel voldragen stamboomonderzoek gebeurt. Dit is het basiswerk voor Beethovens stamboom van Beethoven. Dat is van Schmidt-Korck in de jaren 60 gepubliceerd, maar nog altijd het basiswerk. En daar staan honderden notities in van akten die men heeft moeten opzoeken om zeker te zijn van die verschillende stappen in de stamboom. Dit is een lijst die ik allemaal zelf ook heb mee opgesteld van parochieregisters, maar ook schepenbanken, notariële akten en zelf de rekenkamer. Die archieven werden allemaal geraadpleegd om toch zeker te zijn dat elke stap correct is in die stamboom. Dat we toch allemaal zeker zijn dat Ludwig van Beethoven inderdaad een achterkleinkind is van Aart van Beethoven uit Kampenhout. Je ziet die mensen die dat allemaal hebben uitgezocht, die schepenbanken, wij hebben eigenlijk gewoon geverifieerd, nog wat akten toegevoegd. Daar kruipt bijzonder veel tijd in. En dat is maar één stamboom. En dat gaat eigenlijk over 7 personen. En toch heeft het zoveel werk gekost en geverifieerd van leengoederen, van erfenisverdelingen, van ontvoogdingen zelf in die schepenbanken. Zo is een van die akten die we gevonden hebben in de schepenbank van Boortmeerbeek een verdeling van een nalatenschap van Hendrik van Beethoven aan zijn zoon of een van zijn zonen Mark van Beethoven, een rechtstreekse voorvader van Ludwig. En ja, dat is heel veel werk dat daarin wordt gestoken om al die pagina's van de schepenbank één voor één te overlopen. En je ziet ook Beethoven, dat is aan de zijkant. Ik probeer hier met mijn muis eraan te geven. Dit is Beethoven geschreven. Misschien voor mensen die met oud schrift niet zo
vertrouwd zijn, lijkt dat niet Beethoven te zijn, die daar, wat er geschreven staat, maar dat is ook natuurlijk voor de meeste mensen de grootste brug om te nemen bij zo'n secundaire bronnen. Dat is het oude schrift. Nu, er zijn ook daarvoor heel wat oefeningen en boekjes en zelf een kampioenschap die soms wordt georganiseerd om mensen aan te sporen om die oude schriften toch zo goed mogelijk te kunnen lezen en interpreteren. Voor de mensen die echt volledig daarin willen zich oefenen, er is een fantastische website, watstaataar.nl. Het is wel een Nederlandse website, maar het is eigenlijk hetzelfde schrift die je kan oefenen van oude handschriften. Het begint heel eenvoudig, zelf ik kan het bij wijze van spreken. En ja, je leert heel, ja, hoe moet ik het zeggen, op een speelse wijze leer je eigenlijk oude handschriften te lezen. Zelf ga ik heel vaak ook naar cursussen om het bij te schaven en ook heel wat collega's proberen altijd blijvend te oefenen. En je moet maar in je plaatselijke familiekunde Vlaanderen regio gaan kijken wanneer er cursussen zijn over oud schrift. In Leuven zijn die altijd elk jaar in het najaar, maar en die zijn zeer leuk. Je leert het kennen met heel wat andere collega-genealogen en dan zie je dat eigenlijk ook iedereen daar moeite mee heeft. Er zijn uiteraard mensen die daar lijken geboren te zijn met oud schrift, maar de meeste moeten is inderdaad wel heel wat oefenen en blijven onderhouden. Nu, heel veel van die secundaire bronnen zijn in de loop van de jaren gelukkig ook geïndexeerd of getranscripteerd. En bij Familiekunde Vlaanderen hebben we heel wat studiecentra en archiefcentra in Oostende, in Merksem en nog op heel wat andere locaties. Kan je heel wat literatuur vinden. En vooral ook indexen van bepaalde schepen, brieven. Soms staan die ook al online. In Leuven zijn heel wat schepenbrieven ondertussen gedigitaliseerd. En ook enkele secties van Familiekunde Vlaanderen doen met Zorro en met Caracol. Zijn dat zoekmachines om op snelle manier toch wel naar die en secundaire bronnen te gaan zoeken. Maar ja, het is een bijzonder rijke. Het zijn een bijzonder rijke bronnen, zeker ook die notarisakten. Er is heel wat literatuur waarbij je het kan aanleren, waarbij je kan zien waar en hoe kan ik dergelijke bronnen meenemen. En je ziet aan het voorbeeld van Ludwig van Beethoven, dat het absoluut soms een must is om op te klimmen in de stamboom. Ook al wil je dat zoveel mogelijk vermijden en wil je met de parochieregisters zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Die gegevens of die bewijzen die je moet geven aan stambomen worden meer en meer gemeengoed. Mensen begrijpen meer en meer dat je niet zomaar op GeniaNet alles moet geloven. En ook de software begint echt wel ook daar zich aan te passen. Zo is er Centurial, dat is een software, weliswaar betalend, maar je kan ook een vrije oefening krijgen of een vrije versie. Dat is anders als andere softwareprogramma's zoals Altvaar, en waar je gewoon dingen kan intypen. Nee, bij Centurial vraagt men echt ook naar bewijzen en probeert men moet je echt de bronnen geven, worden echt al heel wat
u gevraagd van ben je wel zeker van bepaalde stappen te nemen en kan je ook altijd je bewijzen die je hebt eraan toevoegen. Dus je ziet wel een hele andere kijk ook op stambomen, dat men niet zomaar van afschrijft van anderen en andere mensen gelooft op hun woord, maar dat iedereen zelf ook zit te kijken naar wat zijn de bewijzen, wat zijn de akten en daaruit een conclusie kunnen trekken. Nu, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Veel van mijn generatiegenoten en jongere mensen die zeggen van goh, ik vind ergens op internet een heel leuke stamboom, mijn naam komt daarin voor, kan ik niet gewoon via DNA aantonen dat die stamboom correct is? Moet ik echt wel al die akten gaan opzoeken? De naam staat daar, waarom niet gewoon met DNA een verwantschap aantonen? En ik krijg die vraag heel vaak. Zo krijg ik regelmatig de vraag om te gaan bestuderen of de link met Karel de Grote, die ze op internet hebben gevonden, of die wel ook met DNA te bewijzen is. Ze willen niet naar die originele data op zoek gaan. Nee, het zou gemakkelijker zijn om volgens hen toch om naar de reliquieën te gaan kijken in Aken en daar het DNA te vergelijken met dat van hunzelf. Maar is het wel zo gemakkelijk? Absoluut niet. En dat bewijst al deze figuur van over Karel de Grote. Voor Karel de Grote gaan we 40 generaties terug. En als je elke keer rekent dat per generatie het aantal voorouders maal 2 is, 2 grootouders, of 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, wel, als je 40 generaties teruggaat tot in de tijd van Karel de Grote, dan zit je aan 500 miljard theoretische voorouders. Uiteraard is dat helemaal niet het geval, want in het West-Europa leefden ongeveer 35 miljoen mensen. Wat is er aan de hand? Wel, die stambomen, als je die zou echt kunnen opstellen tot aan Karel de Grote, ja, dan gaan heel veel van die voorouders tientallen keren terugkomen. En eigenlijk ga je zien dat ook iedereen verwant is aan Karel de Grote, maar evengoed ook aan zijn kuisvrouw of aan zijn dienstmeid, al die kinderen heeft gekregen. Dan ga je daar ook aan verwant zijn, want ja, zo 40 generaties teruggaan, dan ga je echt wel, dan heb je theoretisch bijna de hele bevolking in die tijd als voorouders. Althans, zij die ook nakomelingen hebben gehad. En dit zeg ik omdat je, om de link te maken met genetica, als je zoveel voorouders hebt, ja, dan ga je ook waarschijnlijk niet die link kunnen maken als je teruggaat naar Karel de Grote. Om niet te zeggen dat die eigenlijk onmogelijk is. Ieder van ons draagt DNA als een archiefdocument die je overkrijgt van je ouders, grootouders, overgrootouders. Van je ouders heb je 50% van je DNA overerft, van je grootouders is dat 25% van je DNA is van hen. Maar daar zit al heel wat speling tussen. Wat bedoel ik daarmee? Afhankelijk van wat het kind doorgeeft aan het kleinkind van zijn vader of zijn moeder, kan eigenlijk een grootouder tussen de 20% en 30% doorgeven aan het kleinkind. Er zit wat speling in. Er zit het afhankelijk van het toeval wat er wordt doorgegeven. Bij overgrootouders is dat 12,5%. En je ziet hoe snel eigenlijk de link, de genetische link verdwijnt. Met mensen die, waarmee je een gemeenschappelijke overgrootouders koppel hebt. Een achterneef, zoals we in het Vlaams zouden zeggen. Daar heb je maar 3% DNA gemiddeld mee gemeenschappelijk. En dat is, daar zit ook al heel wat speling tussen, heel wat verschil tussen hen. En dat maakt ook dat je heel snel een bepaald patroon niet meer gaat zien of met bepaalde mensen na verloop van tijd niet meer gaat verwant zijn op basis van DNA. Dit is een kwartierstaat, maar anders weergegeven. In het midden sta jij in het cirkeltje, daar rond de 2 ouders, daar rond nog eens de 4 grootouders enzovoort. Als we in die stamboom gaan kijken van welke voorouders geven er nu DNA tot aan
tot bij jou, dan ga je zien dat na verloop van tijd, omdat het elke keer, zoals gezegd, halveert, wel, dan ga je zien dat niet iedereen DNA nog zal geven tot bij jou, of heeft doorgegeven. De groene kleur is illustratief hier voor de voorouders die weliswaar een DNA-gegevens hebben doorgegeven. Je bent een mozaïek, of je DNA is een mozaïek van voorouders, maar na verloop van, of als je verder teruggaat in de tijd, ga je voorouders hebben, puur door toeval, die helemaal geen DNA meer tot bij jou hebben doorgegeven. Dat zijn wel je biologische voorouders, maar niet je genealogische ouders. Of uw genetische ouders, sorry. Dus het is genealogisch uw voorouders, biologisch uw voorouders, maar ze hebben geen DNA meer doorgegeven. Wij noemen die spookvoorouders. Maar iedereen van ons zal dat ooit zijn, om een spookvoorouder te worden. Als we dat weergeven op een grafiek, het is de enige grafiek die ik vandaag ga tonen, dan zie je dat genealogisch wij al elke generatie een verdubbeling hebben van het aantal voorouders. Twee grootouders, twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, 16 betovergrootouders. Dat gaat eigenlijk die gele lijn volgen op deze grafiek. Maar de voorouders die jouw DNA hebben, tot bij jouw DNA hebben overgedragen, wel, die staan weergegeven in de groene lijn. Dat zijn uw genetische voorouders. En je ziet dat daar een verschil is vanaf ongeveer 7 generaties terug in de tijd, waarbij dat je dus veel meer genealogische voorouders gaat hebben dan effectief voorouders die je genetische informatie hebben doorgegeven. Je spreekt dus eigenlijk, hoe verder dat je teruggaat in de tijd, hoe minder van jouw genealogische voorouders er effectief een genetische band met jou nog voor hebben. En dat kan heel snel gaan. Mijn voorbeeld die ik heel vaak toon daarvoor, is mijn verwantschap met Constant Lievens. Hij wordt bijna zalig verklaard. Hij was een missionaris in Indië. Ik ben geen rechtstreekse nakomeling, want hij was jezuïet. Maar ik ben wel een nakomeling van zijn zuster. En genetisch gezien ben ik, als we dat zo statistisch ook bekijken, 3% DNA dat ik met hem deel. Met een beetje geluk is dat zalig DNA bij mij ook zijn eigenschappen van een goed karakter. Het is nog perfect te detecteren dat wij een gemeenschappelijke voorouders hebben gehad bij 3% DNA. En bij die stappen, of bij die genealogie, gaan we statistisch gezien zien dat die verwantschap wel degelijk nog kan geverifieerd worden. Maar als ik een naamgenoot, en in deze de zoon van de voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, Wilfried, een naamgenoot van mij ook gaat testen, en die heeft dezelfde verwantschap zoals ik met Constant Lievens, maar via een andere tak, wel, dan is er al een hele grote kans, namelijk 1 kans op 2, dat ondanks dat we mogen zoeken in het DNA naar enige gelijkenis, dat wij die helemaal niet gaan vinden. Puur omdat het kan zijn door toeval dat wij geen gemeenschappelijke DNA-gegevens hebben van hetzelfde voorouderlijk koppel Lievens de Puit die bovenaan staat. Door toevalseffecten kan je dus al heel snel geen verwantschap meer terugvinden. En hier zitten we nog maar met een stamboom die teruggaat tot het koppel die in rond 1850 kinderen heeft gehad. Dus je kan niet zo heel ver teruggaan in de tijd om met zekerheid verwantschap te detecteren met DNA. Dat is eigenlijk wel een harde noot als je heel snel met je DNA wilt gaan kijken of alle stamboomgegevens wel kloppen en verwantschappen er wel zijn. Er is namelijk echt wel een backup-plan, waarbij er wel degelijk eeuwen kan overbrugd worden met DNA, maar enkel in 2 directe lijnen.
En in de directe mannelijke lijn is dat het via het Y-chromosoom. En via de directe moederlijke lijn is dat via het mitochondriaal DNA. Die we enkel krijgen via, via de moeder, haar moeder, haar moeder, haar moeder. Dit is helemaal anders dan dus de rest van ons DNA, die we overerven van al onze andere voorouders. Zijn deze twee unieke locaties, om het zo te zeggen, in ons DNA, krijgen we die enkel in directe lijn. En dat is ook wat wij gedaan hebben bij Mama Mito, om via die directe moederlijke lijn, om heel wat tijd te overbruggen, om heel wat generaties te verifiëren. Zoals hier op deze grootste stamboom die we gevonden hebben met een moederstamboom, waarbij we 11 personen hebben kunnen linken aan eenzelfde voormoeder en die genetisch ook hetzelfde mitochondriaal DNA hadden. Al die mensen zijn dus zowel op papier als via hun DNA met elkaar verbonden in directe moederlijke lijn. We hebben dat ook al heel vaak gedaan met het Y-chromosoom. Maar daar heb je natuurlijk wel het probleem dat je soms andere type Y-chromosomen vindt in lijnen waar je dat niet verwacht en waar er geen fout is gebeurd in de stamboom. Ondanks het veelvuldig zoeken naar mogelijke problemen in die stamboom, kan het zijn natuurlijk dat een vader niet de biologische vader was zoals verwacht en zoals genoteerd staat. Nu, los daarvan kan het wel heel interessant zijn als je toch wilt verifiëren via DNA of er een verwantschap is zoals je vindt en dat je wilt zeker zijn van je gegevens, dan kan je altijd beroep doen, als dat niet in je directe mannelijke lijn is, bij familieverenigingen, bij mensen die een stamboom voor een bepaalde familie hebben uitgezocht, die vaak ook wel ook genetische gegevens zal hebben van heel wat takken, waardoor dat je via DNA ook eventueel een bevestiging kan krijgen voor uw stamboom, als die nodig is, als je bepaalde twijfels hebt enzovoort. Nu is de vraag ook, oké, via DNA is het niet zo eenvoudig, behalve in directe moederlijke lijn en in directe vaderlijke lijn, om stambomen te verifiëren op hun echtheid of op dat er fouten zijn. Maar het kan ook zijn dat vele mensen zeggen van, ja, maar gaat niet alles opgelost zijn met digitalisering? Twee weken geleden was ik op een conferentie met allemaal genetici en ze wilden ook het onderzoek doen die wij hier in Vlaanderen doen met Mama Mito en met het Y-chromosoom. En die zeiden van, oei, moet je dat allemaal online opzoeken, die akten? Dat wordt toch allemaal gedigitaliseerd, dat kan toch allemaal van zelf gebeuren. Wel, in Nederland staat men inderdaad veel verder daarin, in die digitalisering dan wij in Vlaanderen. Met de Wie Was Wie-app kan je zoeken in een database met 230 miljoen personen, waar ook altijd de akten vaak vermeld staan, of een link naar de originele akte. Zij staan mijlenver van, waarvan je dus ook denkt van, zij gaan linken kunnen maken tussen bepaalde personen, hè, waarbij het allemaal automatisch gebeurt. Maar eigenlijk geeft men ook aan dat daar altijd enkel indicaties worden gegeven. Die programma's om die akten te linken of die software, ja, die kan niet met alles rekening houden. Die maken ook heel wat fouten, blijkbaar. Wat we ook zien is, en dat is juist gepubliceerd in het gekende tijdschrift Genmagazine in Nederland het CBG, een heel artikel net over iemand die op basis van die gedigitaliseerde bronnen haar kwartierstaat had opgesteld. Het ziet er heel leuk uit, heel tof. Ze had al heel wat andere gegevens ook opgezocht. Maar dan bleek dat ze eigenlijk iets te snel was geweest met die akten op internet. Dat zij te veel op die digitalisatie had gefocust en dat er heel wat verkeerde takken waren gegeven. En zij geeft eigenlijk aan dat die digitalisering juist ook nieuwe fouten kan brengen. Dat je soms ook heel veel te snel
stappen overslaat en dat je heel snel naar boven wilt gaan in je, opklimmen in je stamboom. En dus digitalisering gaat niet alle problemen oplossen, want je ziet in Nederland maken ze dan ook nog altijd fouten met hun kwartierstaten. En dus ja, alle mensen die vragen van digitalisering gaat alles oplossen, dat is helemaal niet het geval. Het helpt je wel, absoluut, om akten te vinden. Maar je vindt heel vaak mensen die, zoals in deze meme op social media, klagen van waarom duurt het allemaal zo lang om te digitaliseren. Dat is toch heel eenvoudig, maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Zoals deze grap eigenlijk weergeeft... voor dat digitalisering veel meer meebrengt. Maar het kan wel helpen om bepaalde akten terug te vinden, waarbij je anders je hele leven lang op zoek bent. Nu, het belangrijkste, we zijn bijna een uur weg in deze vorming. De belangrijkste take-home messages zijn dat een goede stamboom helemaal niet is de grootste stamboom, maar de meest onderbouwde stamboom. Een stamboom met duizenden namen, daar moet je al soms denken van wat is hier betrouwbaar, wat niet, wat is afgeschreven, wat is origineel, echt met originele datagegevens gevonden. Om elke generatie op te klimmen in je stamboom, moet je echt aansluiting hebben tussen elke generatie, zoveel mogelijk bewijzen. En zoals je ziet, maak je al heel snel fouten en maken zelf de mensen die de akte opstellen ook fouten in der tijd. Je moet geen aansluiting zoeken via genealogische sites, waar mensen gewoon kunnen inschrijven wat ze eigenlijk willen, maar enkel op basis van originele bronnen en steeds de tegenstrijdigheden natuurlijk uitklaren en zoveel mogelijk achtergrond vinden. Maar vooral ook heb je gezien dat het heel belangrijk is om contact te hebben met zoveel mogelijk lotgenoten, met andere genealogen, met genealogische kringen, maar zeker ook met mensen die juist expert zijn in een bepaalde familienaam. Als jij een expert bent in of iemand een familienaam hebt in je stamboom en je wilt daar verifiëren of alles klopt, of alles correct is, dan is het heel interessant om met die experten eens te vragen van wat denken jullie over een bepaalde stap? Hebben jullie daar al gegevens over? Mis ik niet twee personen? Vermeng ik die niet met naamgenoten? Want, en dat is heel belangrijk natuurlijk, dat we geen fouten maken met wie onze voorouders zijn. Fouten kan altijd, zoals ik weet ook mijn eigen sterftedatum niet. Dus als men later een verkeerde datum voor mijn sterfte of mijn overlijden gaat invullen, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Ik zou het veel erger vinden moesten ze mijn naamgenoot, die ik ook heb, als vader van mijn kinderen zouden aangeven. Dit is eigenlijk veel erger. Uiteraard. En daarvoor, om die fouten zo weinig mogelijk te maken, is hoe meer mensen er naar je stamboom kritisch kijkt, hoe beter. Zoek experten, leer van je fouten ook, zoals wij ook leren van onze fouten via Mama Mito en andere projecten die we hebben. Voor mensen die op zoek zijn naar nog meer inspiratie, verwijs ik absoluut naar onze inspiratieavonden tijdstories, die vanaf volgende week gaat plaatsvinden. Dat is niet online, dat is fysiek, dat is ook eens leuk. Volgende week zitten we in Antwerpen in het stadscampus van de universiteit. En daar spreekt onder andere een historica over boedelbeschrijvingen in Staten van Hoed onder andere. Heel interessant als bijvangst, als genealoog, omdat je dan eigenlijk ook een inzage krijgt in de interieur van je voorouder. Heel interessante ontdekkingen kan je daarmee doen. Dus je leert, we proberen een inspiratieavond aan te bieden waarin je nieuwe bronnen leert kennen, nieuwe thema's leert kennen als genealoog of als geneeskundige. Kom zeker langs. Volgende week kan je nog inschrijven via mijn e-mailadres of via het gewone e-mailadres van Historisch VZW. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, juist om de interactie tussen mensen, tussen genealogen, zo groot mogelijk te maken. Willen we zo'n klein
kleine groep van enthousiaste genealogen en gymkundigen in contact laten treden met professionele genetici en ook met andere mensen die geïnteresseerd zijn in genealogie en lokale geschiedenis. En als laatste opmerking wou ik zeker nog eens herhalen voor mensen die nog altijd wachten op hun resultaat van hun genetische analyse. Wel, alle gegevens zijn beschikbaar. Het duurt gewoon om iedereen persoonlijk via brief te contacteren. Dus als jullie zitten te wachten, stuur mij alsjeblieft een e-mail of een berichtje of via de kanalen van Historisch VZW. En dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid vanavond hier op deze livestream. Ik hoop dat jullie er toch, elk van jullie toch iets hebben opgestoken, zowel ervaren mensen als nieuwe mensen die via Mamma Mito zijn besmet geraakt door het genealogievirus, ging ik bijna zeggen, maar dat verwijst te veel naar corona, die gewoon geïnteresseerd zijn in genealogie. En dan dank ik jullie en sta ik zeker open voor al jullie vragen. Bedankt Maarten voor deze heldere uitleg. Ondertussen zijn er al heel wat vragen binnengestroomd. Daar zullen we nu op ingaan. Een eerste vraag komt vanuit de mailbox van Rita. Wat als er twee mogelijke individuen een voorouder kunnen zijn en je kan via secundaire bronnen niet achterhalen wie van beiden mijn voorouder is? Wat moet ik dan doen? Eigenlijk wil ik dan al zeggen dat het heel goed is dat je opgezocht hebt dat er meerdere mogelijkheden zijn van voorouders. Als je zegt van er zijn twee mogelijke individuen die een voorouder kunnen zijn, dan heb je eigenlijk al heel goed gedaan om te gaan kijken in een bepaalde parochie of een bepaalde gemeente van hoeveel komt die naam eigenlijk voor. Hoe vaak komt Maria, of hoeveel keren komt Maria Janssens of in die gemeente voor. Dus dat is dat je niet de eerste, de beste Maria Janssens als voormoeder neemt. En om verder te gaan, moet je echt wel via secundaire bronnen te gaan kijken van wie is hier dan de echte voormoeder en voorvader. Secundaire bronnen zijn, ja, kunnen daar echt een licht op schijnen. Natuurlijk zijn die niet onuitputtelijk, maar ja, je kan en je weet ook niet waar en hoeveel van die bronnen er effectief nog aanwezig zijn in het archief. Je kan je hele leven in schepenbrieven gaan snuisteren naar mogelijke voorouders en niks vinden. Anderen vinden er heel wat. En je moet echt ook in al die testamenten gaan kijken. Je kan niet op voorhand weten dat alle secundaire bronnen geverifieerd zijn. Dus op die manier moet je eigenlijk echt wel via andere kanalen nog aan gegevens geraken. Als het in directe moederlijke lijn is of in directe vaderlijke lijn, dan kan ook DNA een uitsluiting geven. Vooral dan met mitochondriaal DNA. En ik geef daarbij de waarom. Omdat als je daar één keer een fout hebt gemaakt, dan zit je in een heel andere tak van van de stamboom en dan heb je een heel andere mitochondriaal profiel dan wat je zou verwachten. Via Y-chromosoom, in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb een naamgenoot die ook Maarten Larmizo heet, wij hebben dezelfde gemeenschappelijke voorouder, alleen zijn wij zeven generaties of zeven meiosis van elkaar gescheiden. Daar kan je dus een fout maken, foute namen ingeven in je stamboom, maar eigenlijk als je het via het Y-chromosoom gaat testen, dan kom je eigenlijk op dezelfde voorvader uit, in dezelfde Y-chromosoom. En ga je niet de mogelijkheid hebben om daar die fout terug te vinden. Dus er zijn wel mogelijkheden om ook via DNA dan te verifiëren, maar het beste is om dan secundair bronnen te vinden en daar weet je nooit op voorhand en heb je nooit een heel overzicht van dat je echt alle bronnen hebt uitgezocht. Oké, dankjewel. Een volgende vraag is binnengekomen van Koenraad.
Is het voldoende om zekerheid te hebben als er slechts één persoon een bepaalde naam heeft in een dorp om te zeggen dat die dan mijn voorouder is? Dus als ik het goed begrijp, die vraag is van, ja, je vindt, ik zal maar zeggen, Maria Janssen, dat is mijn voorbeeld, in het dorp Kruibeke. Je vindt geen andere die mogelijk verwant of die met dezelfde naam, kan je dan zomaar aanduiden dat al die documenten allemaal hetzelfde zijn of over dezelfde persoon gaat. Ja, op zich, dit is eigenlijk echt wel wat ik bedoel met statistisch analyse. Je kan dan gaan kijken van, ja, ik heb alles uitgesloten, waar ik fout kan maken. Ik vind geen enkele aanleiding om die stap naar de volgende generatie niet te maken. Ik zie geen andere persoon waar ik mee kan foute interpretaties maken. Ik ben er zeker van. Dat kan voldoende zijn, inderdaad, om een bepaalde generatie toe te voegen dan aan uw stamboom. Maar ik zou dan zeker in die context ook altijd die secundaire bronnen zeker aanbevelen om toch nog voldoende gegevens te hebben. En hoe meer dan, hoe meer zekerheid over een bepaalde link te maken. Oké, een volgende vraag kwam binnen van Bart. Bestaan er gelijkaardige databanken zoals vrijwilligers RAB in andere provincies? Ja, dat is Rijksarchief Brugge. Dat zijn vrijwilligers die al jaren een fantastisch werk doen door heel wat bronnen, zowel parochieregisters als burgerlijke stand, te digitaliseren. Een beetje zoals wie was wie in Nederland. Dat helpt ook mij enorm hard in mijn kwartierstaat als West-Vlaamse, met West-Vlaamse origine. Maar voor andere regio's heb je dat ook wel, in veel mindere mate. Maar je hebt dat bijvoorbeeld ook in Vlaams-Brabant, heb je het Demogen-project, waarbij men ook zoveel mogelijk probeert te digitaliseren. En waarbij dat de link ook altijd, en dat is heel belangrijk, de link ook altijd wordt gemaakt met de originele akte. Zo bij RAB en bij Demogen kan je dan vaak klikken naar de originele akte. Eigenlijk zou je dat veel meer moeten hebben overal in Vlaanderen. Er zijn al bepaalde regio's waarbij de burgerlijke stand specifiek is gedigitaliseerd, zoals in Aalst en in de Denderstreek. Ook waarbij dat er altijd meer en meer mogelijkheden zijn. Maar zoals gezegd, wil dat niet zeggen dat je dan geen fouten kunt maken. Zoals in Nederland aangetoond is met die in het laatste nummer van Gen Magazine, wat ik getoond heb, kan je toch soms wel te snel zijn en digitalisatie is niet altijd goed, of is niet altijd zaligmakend in de zin om geen fouten meer te maken. Je gaat gewoon veel sneller op het spoor kunnen komen van een bepaalde akte waar je anders nooit op uitkwam. Dus digitalisering is ongelooflijk belangrijk, we moeten daarop inzetten, maar het gaat ons natuurlijk niet van foutieve aannames kunnen weerhouden. Dan komt er nog een vraag binnen van Filip. Bestaat er een kanaal om de ouders van de vroegst gedocumenteerde voormoeder van 1651 te vinden, zonder aanwijzingen over gemeente? Ja, dat is natuurlijk waarbij het vastloopt in een parochieregister. Dat heeft bijna iedereen voor gehad in Mamma Mito, dat je op een gegeven moment uitkomt tot voormoeder en dat je niet meer verder kunt vinden. Die niet meer in de gemeente. Je gaat dan kijken vaak in de omliggende gemeente, van misschien komt die persoon daar wel in de parochieregisters, maar dan verschilt ook soms de schrijfwijze en kan je die aanname dan wel maken. In dat geval zou ik Filip echt aanraden om toch wel, ja, zoveel mogelijk secundaire bronnen te kijken, om toch die link te maken, om te hopen dat er ergens is. Nu, dat is niet altijd, hè. Ik heb onlangs nog de stamboom van Jean-Jacques Assiman, Weile Jean-Jacques Assiman, bekeken, bestudeerd. Er is een fantastisch boek uitgekomen van zeer goede genealogen.
En zij gaan ook terug tot die tijd bij een zekere voorouder die Cassiman heet in Lebbeke. Maar op een gegeven moment vinden zij ook geen link meer naar de volgende generatie, hè, of naar de vorige generatie. Het stopt ergens. Waarschijnlijk is die persoon daar in die gemeente terechtgekomen. En ondanks dat zij daar in het archieven alles hebben onderbekeken van links naar rechts, is er geen enkele link meer gevonden en stopt het op een gegeven moment. Hopelijk vindt men dan misschien met de digitalisering in andere gemeenten wel een link, maar ja, soms lukt het niet meer. En dan blijft het natuurlijk wel het zoeken naar een naald in een hooiberg. Hopen dat er ergens een link is, maar soms ja, gaat het, moeten we de strijd ook staken. Dus in dit geval zou ik zeker aanbevelen om in die gemeente bijvoorbeeld naar de schepen, brieven te kijken. En misschien staat daar wel een aanwijzing van waar die voormoeder vandaan kwam. Oké, Mieke stelt nog een vraag. Zijn poorterslijsten ook een goede secundaire bron of niet? Ja, de poorterslijsten waren de lijsten van de goede burgers in een stad. Mensen die bepaalde voorrechten hadden en daar eigenlijk belasting op betaalden. Die zijn zeer interessant, zeker voor 1600 ook. En die kunnen soms heel ver teruggaan als die allemaal goed bewaard zijn gebleven, zoals in Oudenaarde. Ja, dat zijn fantastische bronnen. En die zijn zeker heel goed ook voor als secundaire bron. Natuurlijk, ja, daar kunnen ook eens een foutieve naam in komen of daar ook eens een fout in geslopen zijn. Iedereen maakt fouten, hè, zoals gezegd in het begin. Maar het is wel een zeer mooie secundaire bron. En we hebben ook voor heel wat familienamen die heel ver kunnen teruggaan dankzij poorterslijsten en buitenpoorterslijsten. Dat zijn mensen die dan buiten de stad wonen, maar eigenlijk ingeschreven waren in de stad als poorter, de buitenpoorters, die zo ver terug kunnen gaan tot soms 1300. Dan hebben we soms ook via DNA kunnen aantonen dat er wel degelijk een verwantschap is. En dus die zijn zeker goed als secundaire bron, maar elke bron heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen, kunnen fouten bevatten, maar het is zeker een zeer waardevolle bron, absoluut. Guy stelt nog een vraag. Is het mogelijk om via DNA een onbekende vader te identificeren of een idee te geven? Absoluut. Zeker als dat jouw eigen vader is of moeder die je aan het zoeken bent als adoptiekind of kind van een anonieme spermadonor. Ja, die testen op DNA, via DNA, die zijn eigenlijk vaak een fantastische manier om toch nog verwantschappen terug te vinden. Dat wordt ook kans om tot op een oplossing te vinden. Gisteren is er een publicatie verschenen van waarbij men gekeken heeft van alle mensen met in Engeland en die een probleem hebben of die hun vader zoeken via DNA-testen, die dat op voorhand aangeven van ik wil op zoek gaan naar mijn vader. Wel 1 op de 2 van die mensen vinden effectief de naam terug dan van hun biologische vader. Wat een heel grote kans is, zeker omdat in Engeland er zoveel DNA-donoren al zijn die een test hebben gedaan via hun bedrijven. Dat is natuurlijk heel dichtbij familie. Dat is de eigen biologische ouders zoeken, maar één keer dat je verder teruggaat in de tijd, hoe minder kans je hebt om een biologische ouderschap terug te vinden. De grootouders, hè, daar heb je maar 25% DNA van overgehouden, enzovoort. Als je teruggaat, hoe verder terug een onbekende vader aanwezig is, of een onbekende biologische vader, ja, hoe minder kans je gaat hebben om die via DNA te kunnen opsporen. En zoals gezegd, na verloop van tijd, na enkele, als het meer is als 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, is de kans bijzonder klein, om niet te zeggen niet om nog een spoor terug te vinden.
Maar dan kan dat Y-chromosoom ook nog altijd een hulpmiddel zijn, maar dan is dat enkel indirect de mannelijke lijn. En dan ga je wel niet vinden wie dat de vader is, maar wel de familielijn, de familietak, de familienaam van die onbekende biologische vader. Dan kan dat wel nog via DNA opgespoord worden. Dus de huldrede is, hoe verder terug in de tijd, hoe veel minder kans je hebt om die onbekende vader te vinden. Dan de laatste vraag voor deze avond, die komt van Filip. Is er een kanaal om op een eenvoudige manier broers of zussen te vinden van de voormoeder? Ja, ik zou al zeggen, kijk op Genianet, maar dat is dus al de foute optie natuurlijk. De fout is dat eigenlijk niet. Genianet geeft wel al direct ook een bepaalde zoektocht van mensen weer. Dat kan enorm helpen. Alleen mag je niet de fout maken van stappen over te slaan of vanzelfsprekend te vinden omdat je het daar vindt. Maar eigenlijk kan je dat daar heel gemakkelijk vinden van mensen die al op voorhand hebben. En dan moet je die akten gaan terugtraceren. Maar je kan ook gaan kijken in de gemeente van waar je voormoeder leefde, of dat daar broers of zussen zijn. Dus dan kan je in de index gaan kijken, zowel van de burgerlijke stand als van de parochieregisters, of dat er mensen zijn met dezelfde familienaam die geboren zijn rond de tijd dat jouw voormoeder is geboren. En dan kan je zien of dat er broers of zussen zijn. Natuurlijk moeten die dan geboren zijn in dezelfde gemeente. Want als die moeder dan ergens anders bevallen is, dan ga je het niet terugvinden. Dus daarbij is die digitalisering ook heel belangrijk om iedereen, om alle tantes en onkels terug te vinden en parentelen op te stellen, want zo heet dat dan, van uw voorouders. Dat is natuurlijk veel complexer en vergt heel veel tijd om die mensen ook op te zoeken. Maar daar zijn dus trucs voor, maar geen kanaal om dat eenvoudig te doen. Daar moet altijd toch wel naar die originele akte blijven gekeken worden. Bedankt Maarten voor deze heldere uiteenzetting vandaag. Ik heb alleszins veel bijgeleerd en dat geldt ongetwijfeld ook voor de kijkers. Voor we afsluiten zou ik graag collega's Jan Gijpen en Jan Verstappen bedanken voor de technische ondersteuning en het werk achter de schermen. Ook bedank ik in naam van Historius de kijkers om met zoveel aanwezig te zijn. Ik geef ook nog meer dat als je graag op de hoogte wil blijven van de werking van Historius, je kan abonneren op onze nieuwsbrief via op onze website. En dan rest het mij alleen nog om jullie een prettige avond toe te wensen. Bedankt om te kijken.